Hier in de Kromhouthal in Amsterdam gaat het de hele dag over de winkel van de toekomst. Van winkelbeleving en klantbinding tot augmented reality en kunstmatige intelligentie. En RTL Z is daar de hele middag live bij. Goedemiddag, fijn dat u kijkt. Ja, we hebben het hier over de winkel van de toekomst en dan moeten we het zeker ook hebben over de klant van de toekomst. Want wil je als winkelier overleven, dan moet je de jongste generatie klanten aan je binden. Anders kun je beter ophouden. Dat zegt een van mijn gasten, Bruce de Kok, reclamemaker. Ja, fijn dat je er bent. Later meer daarover. JJ Boske, influencer. Jij weet precies hoe we die generatie ook aan ons moeten binden. Ook hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. We zijn hier op een evenement. Hier zijn heel veel ondernemers en die hebben we gevraagd. Verdiept u zich nou in die jongste generatie klanten en hoe doet u dat dan? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om je vooral in te lezen in wat hun belangrijk vinden. En dan ga je toch naar de meest populaire app van dit moment, bijvoorbeeld YouTube en de vloggers. Dat is natuurlijk heel erg interessant bij deze generatie. En ja, dan met hun een samenwerking aan te gaan, dan zou je eventueel wel ook kunnen inspelen op hun wensen. Door op de juiste site te staan, in dit geval bol.com staan we heel ruim met onze producten op Plaza. En andere webretailers waar we actief onze producten online hebben. Ja, het is niet mijn generatie. Dat is natuurlijk altijd lastiger, want ik spreek de taal van mijn generatie beter dan de taal van een oudere, dan van een jongere generatie. Maar ik denk dat als je je team zo inregelt met mensen die daar verstand van hebben, van jongeren, van ouderen, van verschillende benadermethodes, dat het uiteindelijk niet zo moeilijk is als je maar het goede verhaal hebt. Er moeten zeker nog stappen gezet worden. We zijn er nog niet, maar goed, het gaat allemaal zo snel. Wanneer ben je daar, hè? Ja, wanneer we er zijn, daar hebben we het straks over. Maar eerst Bruce de Kok, reclamemaker. Hoe belangrijk is het om die jongste generatie aan je te binden? Ik bedoel, als ik een leuke winkel heb, dan is dat toch voldoende? Het is zeker goed om een leuke winkel te hebben. Maar met deze generatie is met name de digitale wereld zo belangrijk voor ze. En zo inherent verbonden met de fysieke wereld. Dat je kan je gewoon niet permitteren om niet digitaal te gaan. En dat is het gevaar, want sommige ondernemers die vinden het nog te eng om bepaalde stappen te zetten, omdat het gewoon een beetje onwennig voelt. En dat is zo jammer. Want hoe oud is de jongste generatie? Waar hebben we het dan over? Hoe oud zijn die ongeveer? We hebben het over mensen die na 1997 zijn geboren. Dus de mensen die Trump waarschijnlijk als eerste president herinneren. Die niet beter weten dat... Het speelt gewoon mee. Ja. Ze weten niet beter dat er een smartphone is. Ja. En ze weten dat je alles binnen een paar seconden kunt bestellen. En dat het liefst morgen of binnen 2 uur tegenwoordig zelfs. Gewoon al in huis is. Dus daar moet je rekening mee houden. Die zijn er super online aanwezig. Ja. Nou, wie dat ook is, dat ben jij, JJ Boske. Ja, ze zeggen het. Influencer. Ja. Presentator ook gewoon op de normale ouderwetse beeldbuis. Ja, maar ik vind influencer wel een mooi woord hoor. Waar een hoop mensen er tegenwoordig tegen aantrappen en zeggen, ja, ik vind het toch moeilijk. Ben ik eigenlijk wel trots op het woord influencer. Het betekent dat ik invloed uitoefenen op een bepaalde groep mensen die dus naar mij luisteren. En als ik dat op een positieve manier doe, dan zou ik ze tot iets aan kunnen sporen wat ik heel leuk vind. Waardoor zij dus ook geïnteresseerd raken in de dingen die ik tof vind. En ik denk dat dat iets heel moois is nu. Dat vroeger als presentator had ik mazzel als ik een tv-contract kon tekenen. En dan dat een van de bazen zei, nou jij mag een keer een programma maken. En nu heb ik invloed vrijheid op mijn eigen groep mensen. Ja. En dat vind ik heel erg mooi. Het heeft ons zoveel vrijheid gegeven. Nou ja, en jij kan dus ook iets wat ondernemers misschien nog moeten leren. Jij begeeft je in dat domein. Zijn ondernemers voldoende aanwezig in dat digitale domein? Nou, ik denk dat je moet kijken naar wat voor ondernemers hebben we het over. De kleine ondernemer denk ik nog niet. De grote ondernemer begint er net aan te wennen. Die hebben hele teams ingeschakeld. Zijn ze er genoeg aanwezig? Nee, zeker niet. Maar dat komt ook, want het is allemaal nog heel jong. Het kan dus eigenlijk nog beter. Veel beter, ja. Want wat typeert die generatie? Je zei het al, ze zijn op social media. Ja. Ze kennen Trump als enige als president. Ja, 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 maar met name dat digitale aspect van ze zijn versnipperd over heel veel platforms. Dat waar we een paar jaar geleden dachten, Facebook, dit is het. Hebben we nu ook een kleine subgroep op Snapchat. We zien TikTok komt vanuit China ineens aanwijen. En neemt een hele nieuwe generatie over van bijvoorbeeld van Instagram. En we zien alweer influencers van Instagram naar TikTok verplaatsen. Ja, ik heb Instagram, ben ik al best wel een soort van tevreden over. Bel de shit. Ja.
En TikTok. Nee, ja, TikTok. Oh, hou op. Er ontstaan gewoon heel veel social media. En ik denk dat we over 5 tot 10 jaar heeft iedereen, elk genre heeft zijn eigen social media. Het is gewoon iets heel normaals. We zien het nu, we hebben TikTok, Snapchat, Instagram. Vergeet YouTube niet, ook gewoon social media, Facebook. En allemaal hebben ze hun eigen doelgroep. Ah ja, ik word er een beetje moedeloos. Ja. Moet ik nou overal aanwezig zijn? Nou, dat is dus het mooie, hè. Je bereikt moeilijker misschien de grote groepen doordat je niet één platform hebt, maar heel veel. Maar de kansen die die platforms je bieden om gewoon echt een connectie te maken met je doelgroep, die is wel veel beter. In je en dat eigen is juist het mooie. Ja, want jij bent bijvoorbeeld heel groot op YouTube. 250.000 abonnees. Ja. Sommige clips worden al bijna 1 miljoen keer bekeken, zag ik. Gek, hè? Zullen we heel even kijken wat jij graag doet? We gaan het niet alleen hebben over auto's en over sporten, maar we gaan het ook hebben over horloges. Ja, zit er ook uit. Die won was een terug, man. Pakken. Leuke baan heb jij. Ja, ik krijg kippenvel als ik het zie. Het is heel raar, omdat het heel surrealistisch is. Ik heb hier heel hard voor gewerkt. Wat ik eigenlijk niet hoef te vertellen, maar het is, het betekent veel voor me, want het betekent vrijheid. Het betekent dat ik als presentator ook kan ondernemen, want ik vind dat YouTube op een gegeven moment ook ondernemen is. Je hebt jouw product, dat ben je zelf. Precies, maar je kan meerdere inkomstenbronnen creëren. En dat kon vroeger niet. Vroeger was je gewoon presentator en werd je betaald voor een dag werk. Ik kan nu merchandise starten, ik kan de YouTube views doen, ik kan met sponsoren samenwerken. Het is voor ons makkelijker geworden om geld super te verdienen. Super interessant, heel veel mogelijkheden. Maar stel even, ik kom straks ook even nog bij jou met dezelfde vraag. Ik ben een simpele ondernemer. Ik verkoop lampen. Nou, laten we lampen doen. Ik verkoop lampen. Ja. Ik heb een leuk winkeltje. En dat is jouw passie, die lampen, toch? Ja, want daarom verkoop ik die dingen. Ja. Maar ik heb een leuk winkeltje. En nou kijk ik hiernaar en denk ik, oh god, die slimme gozers daar. Mm-hmm. Die snelle jongens, die zeggen mij, ik moet op social media. Hoe moet ik dat aanpakken met mijn lampenwinkeltje? Ja, maar dat is dus, die gozers, die slimme jongens, dat veeg ik een beetje van tafel. Want ik denk dat we een paar stappen te ver zijn gegaan. Ik geloof dat als jij een passie hebt voor lampen, dat je dat ook mag uitspreken. Dat het heel leuk is om erover te praten. Doe dat in een foto, doe dat voor een camera. Maak foto's van die lamp. Gooi het op YouTube, gooi het op Instagram. Elke like op die lamp, maar sowieso elke view, is heel belangrijk, want het gaat over die lamp. En die view, dat betekent dat er dus mensen in die lamp geïnteresseerd zijn. Soms is het beter om 100 mensen, 100 views te hebben op die lamp, dan 100.000 mensen waar die lamp een keer voorbij komt. Dus, dat zijn dus 100 ik hoef me mensen niet zorgen te maken of moedeloos te worden als er maar 100 mensen naar mijn filmpje kijken. Nee, want als je nou een fysieke winkel had en er staan ineens 100 mensen om die lamp heen, dan denk je bij jezelf, zo, dit is een lamp, hè? Toch? Maar we zien alleen een cijfer. We zien niet meer de fysieke mensen staan. Terwijl dat cijfer zijn gewoon echt mensen. Bruce, even naar jou. Hoe pak je dat inderdaad dus aan als ondernemer? Wat moet ik doen? Het is eigenlijk op papier eenvoudig. Het kost veel werk, maar het is niet heel moeilijk. Je kunt best wel veel onderzoek online vinden van waar zit mijn doelgroep, welke generatie gaat naar welke app. Kijk daarnaar, maak vervolgens die app je eigen. Ga gewoon mee experimenteren. En als je het specifiek hebt over een lamp, laat gewoon een foto zien van een ruimte die kil verlicht is. En dan kom jij als expert binnen en dan zie je opeens dat daar een heel warm bad van een woning is. Laat dat zien. Nou, dan durf ik te zeggen dat op een platform als Instagram heel veel mensen gelijk zeggen, oh, maar die lamp, die maakt het gezellig. En zo simpel kan het zijn. Dat kost even moeite om je draai daarin te vinden, maar het is het wel waard. Ja, je moet gewoon ballen tonen. Ja, dat is het. Hè? Gewoon doen eigenlijk. Doen, ballen tonen. Klinkt raar en heftig, maar doe het gewoon. En falen onderweg en leer ervan en gewoon weer door. Ja, ik ben dan wel benieuwd, Bruce, want jij bent reclamemaker. Ja. Er komen voor wat voor partijen werk jij eigenlijk? Ja, vandaag heb ik deze meegenomen, Nerf. Zij maken dit soort blasters. Zeg nog eens? Nerf blasters zijn dit. Ja. Ik word hier zelf heel... Kun je hem optillen? Dat kunnen we met wij worden hier gewoon vrolijk van. Ik word hier heel gelukkig van. Ja, ik ook. Ah, ik word een klein kind als ik het heb. Ja, ik heb weer twee kleine jongens aan de desk. Ja, daarom. Wij gaan straks nog even verder. Die op een verhogingje staat. Dus dat ziet niemand thuis. Ja, ja, maar vertel. Maar zij merkte dat 13-jarigen, die leggen dit toch opzij. Want het is ook gewoon een groot groen plastic apparaat. En, beetje supersoker was in mijn tijd. Ja, maar op je 13e wil je toch ook weer misschien stoerder overkomen. Ja. Wil je een beetje bij de meiden goed vallen. En daar past zoiets dan niet bij.
Tegelijkertijd zagen wij dat online gaming, dat blijft relevant voor hen. Terwijl eigenlijk, wij zagen een soort overeenkomst tussen de online games die zij spelen en een blaster zoals dit. Dat eigenlijk kan je die games naspelen. Dus dat is ook precies wat we gaan doen. Ik heb ook een video meegenomen dat wij met een influencer als Royalistic, hier zie je hem. Wij hebben stickergifjes gemaakt. Oh, dit waarin zijn allemaal gifjes? Hij, hij poseert hier met die Nerf blasters. Die hebben wij losgelaten op platforms als Snapchat, Instagram en TikTok. En die zijn al 2,9 miljoen keer bekeken. Wow. En dat is dan ook weer een nieuwe vorm van reclame maken. Want het is niet moeilijk om te doen. Maar je moet even denken van, waar zitten ze? Wat vinden ze leuk? En blijkbaar werkt het dan dat het ook gevonden wordt. Dus en dat is hoe het werkt tegenwoordig. Je kan met hele simpele dingen. Ik ben mijn YouTube kanaal gestart. En dat heeft wel wat ik heb wel wat investeringen gedaan. Yeah. Maar dat komt omdat ik een hoge kwaliteit erop na wil houden. Omdat ik een specifieke doelgroep heb, mannen. Maar je kan gewoon een camera pakken. Dingen maken, zelf uitvinden hoe het werkt en dat online gooien. En vanuit daar startpunt maken, verbeteren en succes hebben. Ik vind het hoopvol, want het is gewoon klein beginnen. Niet zorg maken over views. En gewoon proberen, een paar keer op je bek gaan, komt goed. Hartelijk bedankt voor deze tips. Graag gedaan. En thuis, dank voor het kijken. Heel fijn dat u erbij was. Alles terugkijken online, heel generatie Z zou ik willen zeggen. En graag tot de volgende keer, ook gewoon op de tv natuurlijk.